Doordat er zo hard gekoerst wordt bij de vrouwen, komen ze op een bepaald moment in het sporen van de mannen. We krijgen een neutralisatie van 7 minuten in Sint-Denijs-Boekel, na bijna 35 kilometer. Op dat moment één vrouw aan de leiding, de Zwitserse Nicole Hanselman. Zij wordt ingelopen op de Molenberg, zo'n 60 kilometer van de meet. Krijgen we dan een aanval van Canyon. Drie vrouwen van dezelfde ploeg, Katarzyna Niewiadoma, Alexis Ryan en Hannah Barnes. Het lijkt een eerste echte schifting, maar alles zal terug samenkomen. Op de Berendries, op minder dan 40 kilometer van de aankomst, wordt serieus doorgetrokken door Annemiek van Vleuten van Mitchelton Scott. We krijgen een ruime kopgroep. Er zijn nog wat schermutselingen, maar het ziet er naar uit dat het pas echt gaat gebeuren op de muur. We rijden nu richting Gerardsbergen. We hebben de bekende brug gehad en dan draaien we de vesten op. Van bij het begin van de beklimming zal de groep uiteenvallen in stukken en brokken. Het is Chantal Blaak van Boels Dolmans die de sterke vrouw is op de muur. Ze voert de forcing, onder andere Anna van der Breggen volgt. En dan komen we op het bekende stuk van de muur. De Nederlandse vrouwen domineren met Chantal Blaak, Annemiek van Vleuten, Floortje Makkai, Ellen van Dijk en de anderen. Het is nu pompen of verzuipen op het zware stuk van de muur, de kapelmuur. Ook voor de dames natuurlijk super zwaar. En het is nog altijd Chantal Blaak die de forcing blijft voeren. Chantal Blaak opnieuw de sterkste op die muur, dat is duidelijk. En dan rijdt er een groepje weg in de afdaling. Nog altijd daarbij Chantal Blaak, goed opletten voor haar. Zij is toch wel een van de topfavorieten nu in deze groep. En dan, op het stuk tussen muur en bosberg, gaat Chantal Blaak solo. Een snedige aanval, de anderen twijfelen. Chantal Blaak kijkt even achterom, de anderen kijken ook naar elkaar. En hier zou dan wel een kloofje kunnen vallen. Blaak rijdt weg uit de groep met ook Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten. En Chantal Blaak stoomt ook door op de bosberg. Ze is niet te stoppen en lijkt solo richting de aankomst te gaan. Daarachter krijgen we een achtervolgende groep van 7 met Bastianelli, Niewiadoma, Makkai, Van der Breggen, Van Vleuten, Longo Borghini en Ellen van Dijk. Chantal Blaak diept de kloof verder uit. Op 7 kilometer van de meet heeft ze 48 seconden voorsprong. Het begint er goed uit te zien. Chantal Blaak wint ook solo op indrukwekkende wijze. Ze maakt het prachtig af. Een belangrijke zege voor haar hier in de Omloop het Nieuwsblad. Een van de grootste overwinningen in haar carrière. In de achtergrond worden de 7 nog bijgehaald. In de spurt wordt de Italiaanse Marta Bastianelli tweede en de Nederlandse Jip van den Bos derde. Sophie de Vuist is eerste Belgische op een 8e plaats. Maar de winst is dus voor een overgelukkige Chantal Blaak. Je viel dan aan tussen de muur en de bosberg. Had je verwacht dat er nog vrouwen uit de achtergrond zouden terugkomen? Ja, eigenlijk wel. Anna en ik kwamen heel goed de muur over. Ook met dank aan Jip die ons heel goed in positie bracht. Dus ja, toen we achterom keken zag ik dat we denk ik met 8 weg waren of zo. En dan is het gewoon wie durft er nog aan te vallen en wie heeft de benen nog om aan te vallen. Dus toen ik ging en ik zag dat ik een gat had, had ik wel verwacht dat er nog wat overkwam. Maar ja, dan kan je beter maar één ding doen en dat is blijven rijden. En dan was het genieten tijdens die solo? De laatste 3 kilometer toen ik wist dat ik hem had. Maar daarvoor, ja, het is natuurlijk onwijs zwaar. En er kwam geen einde aan, maar het is een hele mooie manier om te winnen.